We staan hier na de training van Oranje. Jullie hebben afgelopen periode 2 keer een paar dagen samen gehad, zeg maar. Is dit nu het startschot van de echte voorbereiding op het WK? Voelt dat zo? Ja, absoluut. We hebben dit jaar weinig met elkaar kunnen doen in verband met de competitie en de play-offs en de EHCC. We zijn in januari op stage geweest en 2 keer inderdaad 3 dagen bij elkaar in maart. En dat zit. Dus is heel veel vanaf afstand de dames kunnen zien. Vrijdag afgelopen week zijn we gestart met een 6 weken campagne richting de WK. Dus dit is absoluut een start voor een WK-campagne. Ja, je zegt 6 weken inderdaad. Wat is de planning? Wat gaat er gebeuren die 6 weken? Ik geloof 2-4 landentoernooien die op het programma staan. Nou ja, we trainen volgende week en dan hebben we over volgende week hebben we een paar oefeningen in het land. De week daarop de 4-landen-toernooi. Dan een week trainen en dan een week 4-landen-toernooi in München. En dan komen we naar huis en dan gaan we richting Londen al. Dus het is allemaal is vrij snel. Ja, vrij snel inderdaad. Je hebt nu nog een grote groep. Ja, komen er selecties voor die toernooien of is het, ja, ga je daar ook met een grote groep heen? Nou, we mogen met 20 spelen tijdens de 4-landen toernooi in Breda. Dus we zullen daar met 20, we hebben een selectie daarvoor. En na het weekend, na het week van Breda maken we de WK-selectie bekend. Wat voor ons nieuw is dit jaar dat tijdens het WK mag je speelsters oproepen tijdens het toernooi als iemand geblesseerd raakt. Tot een maximum van 20 speelsters. Dus dat betekent dat de selectiebeleid is wel wat anders. En we zullen ook speelsters hebben die in Nederland zullen door moeten blijven trainen voor het geval van blessure. Dus het is voor ons even anders dit jaar. Maar na Breda maken we de selectie bekend voor het WK met de reserves. Ja, en hoe is dat anders inderdaad, dat je meer reserves hebt? Nou, normaal gesproken heb je hier 18 plus 2. Hè? En nu mag dat ook meer. En je weet niet hoeveel je gaat oproepen. Nou, we hebben 23 speelsters in de selectie, waarvan 16 worden geselecteerd. En 3 keepers, waarvan 2 worden geselecteerd in de officiële 18. En dan heb je de overige die je ten alle tijden kan oproepen. Het is wel even puzzelen. Nogmaals, na Breda zullen we de volledige selectie voor de WK bekendmaken. Ja, je hebt nu afgelopen vrijdag en vandaag trainingsdag erop zitten. Hoe staat de groep ervoor? Nou ja, we hebben ze 3 weken vakantie, ruim 2 weken. Dus net tegen de 3 weken vakantie gegeven. Dat vonden we absoluut nodig. De dames zijn wel fris gestart. Dus het is wel heel mooi om te zien dat de rust die ze hebben gekregen, hadden ze ook nodig. Dat betekent voor ons dat we minder lang voorbereiding kunnen hebben. Nou, ik als bondscoach natuurlijk wil heel graag aan de slag met de dames. Ik stond hier te poppelen vrijdag om te starten. Maar gelukkig ook de dames. Dus het was een goede start. En is iedereen fit? Nee, niet helemaal. Dat is wel redelijk teleurstellend dat we starten de campagne met niet iedereen fit. Maar ja, die zijn kleine blessuretjes. Omdat het zo'n korte periode in de voorbereiding is, nemen we eigenlijk alles extreem serieus. Dus als iemand iets voelt, dan is het gelijk laten kijken en even wat rust gunnen. En nou kan je al iets zeggen over die 6 weken, de komende 6 weken. Wat gaan de speerpunten worden in de voorbereiding? Er zijn veel verschillende spierpunten. We zetten alles voort wat we al gedaan hebben. Dus het is even een top-up van de afgelopen jaar. Zeer bewust over een aantal thema's die we toegevoegd hebben. Waarin wij zeggen afgelopen jaar was het goed, maar het moet beter. En daar zijn we nu met die thema's gelijk bezig. Heel veel over gedragingen. Heel veel over het verschil tussen hoofdklasse en internationaal, in druk, in tempo. En dat zo snel mogelijk op paal krijgen voordat we Breda gaan spelen. En dan inderdaad in 6 weken, het is kort, is het te doen? Er is niks anders dan het te doen, hè? Dus het is zeker te doen.